Angel Public Relations presents Miss Suriname. Natuurlijk ook wel de fotoshoot met de professionele fotograaf. Die heb ik hier vanavond bij mij. Die is Raoul Nijhorst. Wie is Raoul Nijhorst precies en wat doet hij allemaal? Nou, Raoul Nijhorst is een Surinaamse student in Nederland. Ik studeer technische natuurkunde al daar. Maar daarnaast doe ik ook op eigenlijk vrij frequente basis aan fotografie. Ik hou me voornamelijk bezig met model, glamour en portretfotografie. En daarom dus eigenlijk ook de overlapping met Miss Suriname. En ik maak eigenlijk gewoon foto's. En waarom zo die interesse om elk jaar bij Miss Suriname bezig te zijn met de dames en de foto's van hen te doen? Nou, ik denk dat jij het antwoord misschien daar het beste kan geven. Maar ja, Miss Suriname natuurlijk. Allemaal mooie meisjes. Allemaal meisjes die heel graag in de picture eigenlijk willen staan. En daarom doe ik het met heel veel plezier elk jaar. Ja, en hoe ervaar je het allemaal? Je bent er altijd bij geweest om de dames te fotograferen. Hoe is het allemaal met de dames geweest dit keer van de groep van 2009? Nou, dat is eigenlijk heel goed te gaan. De dames hebben het eigenlijk geweldig gedaan. Het was hele diverse meisjes, stuk voor stuk allemaal mooie meisjes. En elk had haar kwaliteiten. En ik ben eigenlijk heel tevreden over hoe het allemaal verlopen is. Stuk voor stuk allemaal toppers. I look at her and it makes me proud. It's something about her.
Oké, maar ik heb ook wel begrepen dat het niet alleen maar fotograferen is, maar ook het bewerken van de foto's, dat hoort er allemaal ook bij. Kan je me een beetje vertellen, wat is het allemaal om dat na de foto's maken, wat gebeurt er daarna? Oké, nou natuurlijk, inderdaad, de fotoshoot is sowieso al natuurlijk heel veel, want je praat, als je aan het fotograferen bent, is niet natuurlijk alleen maar een knopje drukken alleen, maar je bent bezig met techniek natuurlijk, je bent ook een stukje bezig met hoe frame je de foto, met de begeleiding van de mensen, dus hoe poseer je en dergelijke. Maar natuurlijk heb je ook een stukje daarna, dus het retoucheren van de foto's. Want kijk, wat ik al zei, ik ben een beetje glamourfotograaf ook. En wat betekent glamour? Is eigenlijk het mooi zijn van iemand, of van misschien in dit geval de dames. En kijk, je kan je natuurlijk jezelf al mooi maken met make-up en dergelijke, maar soms zit er eigenlijk toch een beetje dat extra met het nabewerken. Denk bijvoorbeeld aan als iemand toch misschien een klein puistje heeft, of een andere oneffenheid, is het toch mooier als je dat, ja, toch weg uit de foto haalt. Want immers, kijk, we willen allemaal mooi zijn. Het zijn toch die kleine dingen, weet je, die, als je dat verwijdert, dat het toch extra geeft aan de foto. Dus daarom doen we dus dat ook. Dus dat halen we dus ook weg in de foto's. We gaan het niet helemaal plastic maken. Het moet niet onnatuurlijk lijken. Maar het moet natuurlijk blijven. Maar dat je wel ziet van, hey, weet je, het is eigenlijk, want iedereen heeft zijn schoonheid. Maar soms met toch een beetje dat extra verwijderen, ja, geeft dat toch de extra touch aan de foto.